Het jaar 2021 is bijna om en wij blikken vandaag daarover terug met de voorzitter van Alternatief 2020, Steven Rijmen. De politieke leider meent dat door alle verhogingen waarmee de gemeenschap ook nu mee werd geconfronteerd, niemand in staat was om te budgetteren. Vanuit de overheid zou er controle worden uitgevoerd, maar Rijmen zegt daar niets van te hebben gemerkt. Aan de andere kant mag ik wel zeggen dat de minister van Financiën, ik zeg de goede dingen moet je altijd zeggen, meneer Agaibersi, toch die koers stabiel heeft kunnen houden. En daarvoor denk ik wel dat we hem een plus moeten geven. Maar aan de andere kant merk je toch wel dat zaken een beetje instabiel waren. En dat er heel veel armoede aanwezig is in het land. Kijk, als politicus, maar ook als kerkleider, worden we steeds geconfronteerd met mensen die het heel erg moeilijk hebben. Mevrouw Amkondre Pina, er is heel veel armoede. En ik ervaar het afgelopen jaar als een jaar van offers. Ik denk dat zelf de president dat gezegd heeft, dat wij allemaal, alle Surinamers, heel veel offers hebben moeten brengen. En zeker ook met de COVID-19 situatie zijn heel wat bedrijven kapot gegaan. Die productiesector is wereldwijd naar beneden gegaan. Situatie met de olie wereldwijd. De Suriname is geen eiland. We hebben het allemaal gevoeld. Dus het is een heel zwaar jaar geworden. Dus we kijken uit naar het beste voor 2022. De politicus blijft van mening het nog steeds discriminerend te vinden dat de regering op de een of andere manier een vaccinatiedwang toepast. Daarom besloot Rijmen ook mee te doen aan de protestacties tegen het beleid op dit stuk. Ik ben geen voorstander van dat men een bepaalde etiket legt op mensen. Laat de mensen vrij zijn als ze willen vaccineren of als ze niet willen vaccineren. De regering zegt constant, er wordt niet gedwongen. Maar er is toch een subtiele dwang, zeker op de plaatsen waar de regering het voor het zeggen heeft. Maar in ieder geval, ik vind dat zeker binnen de religieuze organisaties dat men dat vrij moet laten. Er zijn protocollen, laten we die protocollen in acht houden. En ik ben gelovige met dat gado kofferunu. De Heer gaat ons beschermen omdat we komen in zijn huis om hem te aandienen. En te komen aanbidden en hem te komen dienen. Dus, maar we houden wel die Mohana-regels, de protocollen. Dat vind ik dat we wel moeten. En een van de dingen die misschien goed is dat de gemeenschap dat weet, die samenleving, is dat je vooraf moet registreren voordat je komt in de kerk. Niet als gevaccineerd of niet gevaccineerd, als persoon. Je wordt geregistreerd. Aan het eind van het interview geeft Rijmen nog als advies aan de samenleving om vooral te reflecteren. Iedereen moet reflecteren naar het verleden in het heden, maar vooral ook naar de toekomst.